Jullie hebben gekozen om iets te maken met de kwarkyoghurt met perzik en maracuja. Dat gaat door sinaasappelsap, sinaasappelrasp. Maracuja is de passievrucht, dus die gaan we ook verwerken. Ziet hij eruit van binnen. Prachtige fruit d'amour. Dus dat wordt een heerlijk kwarkyoghurt ijsje aan de slag. Belangrijk is dat je een biologische sinaasappel gebruikt, dat de schil onbehandeld is, want juist de schil gaan we nu gebruiken. Nou, dan gaan we daar het sap bij doen. Vers sinaasappelsap, wat we gaan inkoken. En dat gaan we tot de helft laten inkoken en dan mengen met de perzik maracuja yoghurt. Nu even laten afkoelen en daarna mengen met de yoghurt in een platte schaal, bevriezen. Dan gaan we een ijs maken. Dan krijg je straks door de sinaasappelschil een lekker bittere touch aan de yoghurt. Ja, je hoeft geen suiker meer toe te voegen. Het is al lekker zoet van de sinaasappel en van de yoghurt zelf. Voor de coulis gebruiken we de passievruchten, oftewel maracuja. Die we inkoken in een pannetje met wat suiker, daarna zeven. En dan een heerlijk passievruchtencoulis, oftewel een passievruchtsausje voorbij het koude ijs. Een klein beetje suiker. Nou, dan kun je er wat wijn bij doen, maar je kunt ook wat sinaasappelsap doen als je hem helemaal alcoholvrij wil houden. En dat gaan we heel even inkoken en dan zeven en hebben we een prachtig sausje voorbij het ijs. Je ziet dat het sausje nu even lekker inkookt. En dan gaan we hem zeven. We halen het perzikuit uit de vriezer. We gaan het pureren en mooi serveren met de passievruchtcoulis. Poeh! Yoghurtijs. Dan een bolletje scheppen. Dat is hem dan, het perzik maracuja ijs met yoghurt, sinaasappel en een passievruchtcoulis. Dit is heel bijzonder. Ik vind het heel lekker. Heel exotisch en fruitig, explosief in de mond. Het heeft het romige van de yoghurt en van roomijs, maar het lichte en het frisse van sorbetijs. Een goede combi. Ik vind het misschien ook wel in de top 3. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.